Okay, my eyes still have tears in them from stargazers. They do it to me every time. So while I'm on a roll, I happen to just, it came up in my suggested videos of Floor Jansen. This was a number of years ago, and it was some kind of aria, and there's a harp in the background. It looks like some sort of a televised show. It's in a different language, El Mio Bambino Caro. I probably chopped that up. I am so sorry. I think it's an aria from an opera. Let's get on it. I want to see what this is about and go ahead and get this one going. Okay, can't wait. I love Floor too. Love her. Here it goes. All right. Laat je horen voor Floor Jansen. Okay, there she is being introduced. Okay. Oh, laatste treetje nog. Ja. Oh, hier nog een treetje. Floor, van harte welkom. Voor de mensen die niet weten wie je bent. Let's pause just a second. I wonder how many years ago this was. Notice there's no, she doesn't have the tattoos on her arms yet. All right, let's get on it. Just one of those things I noticed. Okay. Wat over jou zegt, laten we even gaan kijken. I love that song, by the way. Heel veel mensen hoopten dat je vandaag in die leren rok naar de studio zou komen. Maar was die cameraman en die andere jongens nu net weg. Maar je ziet er prachtig gestaald uit voor wat je straks gaat doen. Jij bent zangeres van de Finse band Nightwish. Ja. Dat is in Finland supergroot, want daar is metal mainstream. Ja. Ja, veel meer dan hier. Veel meer dan hier, ja. Maar met die band ga je ook de hele wereld over. Ja. So it's discussing Nightwish. Zij hebben mij een paar weken geleden gevraagd. Ja. Last minute naar Amerika wilde komen. Want het ging mis met de zangeres die er eigenlijk in zong. Ja. En vanaf dat moment ben ik met ze gaan toeren. Dat was in Amerika. We zijn inmiddels ook in Engeland geweest. En die show die jullie net zagen, dat was in Helsinki. Helsinki. En maandag stap ik in het vliegtuig naar Mexico. En dan gaan we Zuid-Amerika toeren. Wauw, oké. Okay. Je stapt eigenlijk in een muzikantendroom. Ja, zeker weten. Ja. Ook Australië nog. We gaan zo. Talking about the different places they've been. Voor de goede orde, wat Kane bijvoorbeeld hier in Nederland is, dat is Nightwish in Finland. Eigenlijk een beetje, ja. Dus als daar binnen de gelederen iets gebeurt, dan lees je dat in de krant en dergelijke. Okay. Hier zul je dat van de metalband niet zo gauw Dus straks kan je ook in Finland de straat niet meer over? Nee, nou, dat zal je wil het sowieso uit de scout daar natuurlijk, maar als je gaat willen, dan kan het niet. We gaan hier, en ik weet hoe het gaat klinken, ik kijk er enorm naar uit, een hele andere kant voor je zien, een totaal andere kant. Bereid je er even rustig op voor. Dan ga ik iets vertellen over de aria die jij gaat zingen, Floor. De opera's van Puccini gaan over menselijke passies. Wanhoop, haat, seks. En die directheid die maakt die opera's van Puccini woest aantrekkelijk. Zijn opera Gianni Schicchi is een komische opera waarin list, bedrog, hypocrisie en huichelarij de boventoon voeren. En er zit één moment van pure schoonheid in die opera en dat is de aria O mio Bambino Caro. There it is, okay. Dat is een mooi mio Bambino Caro. Als een eiland van oprechtheid in een zee van leugens. Het is dat ene Tweede Kamerlid die het echt meent, zeg maar. En in deze aria smeekt Lauretta, de dochter van Gianni Schicchi, of ze mag trouwen met de jongen waar ze zoveel van houdt. Maar als je dochter zo mooi hoort zingen, zeg dan maar eens nee. Misschien hoort u het voor de eerste keer. Deze prachtige Puccini-aria, maar ik hoop dat je gaat genieten. O mio Bambino Caro van Puccini. Door Iris Hond en Floor Jansen. Okay, there's the introduction. Here it goes. Hi, little man. Come on. Oh, I've heard this aria before. Oh,
Oh my gosh. She can sing anything. Well done for. Het zit er allemaal op. De tijd vliegt als het mooi is. Volgende week Clara Schumann, de zusjes Oostenrijk en Pearl Josephson. Tot dan. That was amazing. I've heard that aria before. I don't remember where I've heard it, but wow, you know, it is so wonderful to see the versatility in her voice. I think she's got this certain stage presence, and anyway, so I get myself worked up on Nightwish. It's just something that's in me, and I can't help it. But I think it probably happens to a lot of people. They know how to touch other people. Thomas, with his lyrics, the way that they all come together as a family, and the fan base, which you can't even say fan because it's, to me, it's more of the pulse that gives the breath of life to what they are and what they do. And so, yeah, it's just such a wonderful journey. And I really encourage. A lot of reactors are, people on YouTube are exploring Nightwish. I do encourage you to look into it, get to know them, and you will. It's so easy to get to know them in the way that they interact. Get to know their songs. And the thing is, if you take pause and actually internalize some of their lyrics, you will find just the depth that they offer. And they do so with such great talent and passion. So, okay, that's enough of that. I'm going to move on to the next reactions here today, and then I'll schedule these out. Okay? All right. See you soon.